Heep voor de piep! Hoera! Heep voor de piep! Hoera! Gefeliciteerd! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is... welke dag is het vandaag? Dinsdag of woensdag? Dinsdag is het. En ik ben mijn spullen aan het inpakken, want het is super warm buiten. Dus ik ga met Monica naar het strand. En ik wilde mijn Velvet Teddy even zoeken. What's going on? Ik wilde Velvet Teddy zoeken, mijn favoriete lipkleur. Daar heb ik er afgelopen maand, no joke, 4 van gekocht. Ik ben ze alle 4 kwijt. Dat is toch wel knap, hè? So I guess I'm not taking it. Helaas. Ik zit lekker. Super, super lekker. Op het strand. Zo chill. Dit is echt oprecht een van de chillste dagen van het jaar. En ik zit hier eigenlijk al de hele dag, maar we hebben niet echt gevlogd. En we gaan straks naar Amsterdam terug. En naar het Rijksmuseum. Voor een project foto's maken. Dus daar heb ik echt super veel zin in. We zijn onderweg naar het Rijksmuseum. In een auto dat ook in het museum thuis hoort. Zit in een kever, convertible. En het is echt de mooiste dag van het jaar tot nu toe. Echt hier wel. Heel bizar. We zijn al bijna bij het Rijks. En hoe zullen we dat oplossen? Want dan moeten de auto's natuurlijk wel ergens gaan parkeren. Ja. Hoe zullen we dat doen? I don't know. Ik dacht in de buurt van de cornerback. In 300 meters, turn left onto... Laten we nog even één keer verder. Weet je wat ik ga proberen? Een conservatoriumhotel. Oh ja. Toch? Maar waar? Gewoon in die dingen. Zeg je, gasten, die sleutel. Doe me je favor, toch? Ja. Oké, dit is echt een van de meest bijzondere avonden ooit. Want ik had het al verteld, maar wij zijn aan het shooten in het Rijksmuseum. Sander is mee, Moos mee, Bibi is mee. En we gaan content maken voor de Instagram-account van het Rijksmuseum. Mocht je het nog niet volgen, dat is gewoon @Rijksmuseum. Want ze hebben bijna 200.000 volgers. En het museum is dicht voor ons om content te maken. Dus we zijn helemaal alleen in het Rijksmuseum. En ik heb natuurlijk museologie gestudeerd. Dus dit is wel echt voor mij een van de coolste dingen. Ik ben er helemaal zenuwachtig van. Dus ik ga het gewoon even voor jullie filmen. Kijk hoe mooi de bibliotheek is. Wij zijn bij de nachtwacht. En ik weet niet wanneer jullie dit kijken, maar ik denk dat ik mijn foto die ik hier net gemaakt heb al op Instagram heb staan. Dit is echt zo bijzonder dat je gewoon in je eentje voor de nachtwacht staat. Het zijn de museummensen die gezellig met ons mee zijn. En daar loopt Sander. Good morning! Het is woensdagochtend. En ik heb me even snel aangekleed. Olly naar de crash gebracht. En ik ga... Sorry, ik heb Olly naar de crash gebracht. Sorry, Sander heeft Olly naar de crash gebracht. En we gaan nu naar Vinkeveen. Dan gaan we gezellig varen, alleen we zijn te laat. So I'm stressed. Can we please go? Please. Oké, okay, yes, of course. Als iemand mijn mobiele telefoon heeft gezien. Ik niet. Waar is mijn phone? Oké, zullen we gaan? Mm-hmm. Let's go. Ja, ga lekker varen. Wij zitten bij The Harbor. Hoe kan het dat jij zo knap bent? Ja. Zwangerschap staat echt zo goed bij jou. Pregnancy looks good on you. Pregnancy looks really good on you too. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie, babes. Ik heb sushi besteld. Lekker dik gaan. Ja, toch? Ja, ja. Ja, ja. Ik vind dit niet normaal. Gaan die mannen dan? Ja, dit, we gaan hem afvallen. Sorry. Pas op, druk je hoofd. Oh! We zijn aan het varen. En we gaan onder een brug door. Goed verhaal. Showbiebs. Dat heb je allemaal gehaald. Ja. Waar heb jij je pinpas voor getrokken dan? Ja, oké, wat is wel nice. Ik heb toch echt zoveel, maar ik ga echt wel een frietje pakken. We zijn er net al. Heb je mij net in? Ja. Ik ben je vrij draag.
Okay, guys. Oh, mijn gezicht is rood. Ik vlog vanaf mijn iPhone. Want mijn vlogcamera is kapot. Ik heb er al een paar keer over gezeurd. En ik was elke keer vergeten een nieuwe te bestellen. Heb ik nu wel gedaan, maar die komt pas zaterdag binnen. En het is vandaag donderdag. So I'm sorry. We are sorry. Wat hebben we vandaag gedaan? Gewerkt? Opgeruimd? Best wel gedaan. Ik had echt gedacht, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja. Zoveel gedaan. Dat is niet gelukt. Je hebt je mixtape geüpload. Ik zal een link hieronder even posten. Nieuwste mixtape. Foto's uitgezocht. Foto's geëdit. Opgeruimd. Ik heb mijn kast opgeruimd. Kast opgeruimd. Kinderen opgevoed. Die zijn nu af, hè? Gewoon één dag. Is helemaal af. Geregeld is opgevoed vandaag. Het is klaar. Druk op Instagram, promo gemaakt voor allerlei dingen. Ik kan niet opstaan, want jullie zitten in de lader. Ik ga binnenkort weer toeren, hoor je, naar New York en naar Argentinië. IJsland. Ik heb er zo geen zin in. Waarom niet? Is dat erg? Ja. Omdat ik voor het eerst in 15 jaar, gewoon echt letterlijk een paar weken, aan een stuk door thuis ben geweest. Ja, min of meer. Ik bedoel, we zijn natuurlijk obviously weg geweest, maar niet echt werk gerelateerd. Maandag gaan we naar Cannes. Maandag heb ik zo'n zin in. Ja, heb je er zin in? Oh ja, ik kreeg nog een e-mail erover. Die ga ik even beantwoorden. Niet. Ontzettend veel zin in. En we gaan naar Mykonos toch eind van de dag? Maybe. Vind ik leuk. Lekker eten. Weet je wat ik even ga doen? Nee. Ik ga eventjes het nieuwe album van Post Malone luisteren. Dat luisteren we al 3 weken letterlijk elke dag. Ja, maar ik heb er nu echt zin in. Ik denk de hele dag al, ik moet straks echt het album van Post Malone gaan luisteren. Oké. Weet je er ook helemaal gek van is? Nou, Bibi. Bibi Lebowski. Dat is zo toch? Oké, I'm gonna get started. Ik kan zo los van mijn camera praten, maar mijn telefoon is op 1%. Weet je wie er jarig is zondag? Weet je wie er jarig is als jullie dit nu kijken? Hey. It's me! It's my birthday! I'm turning 22. 23 dollar. Ja. We gaan een party. Een beetje huilen? No, I'm kidding. Oké, ik ga even mijn dingen doen. Mijn tanden poetsen en mijn pyjama aantrekken. En ik zie jullie zo. En dan kan ik hopelijk mijn vlogcamera. Dat is mijn vlogcamera nu. Mijn telefoon uit de lader halen. Doei. Hey guys, het is zaterdag. En ik heb eindelijk een nieuwe vlogcamera. Een beetje disturbed over de nieuwe obsessie van Olivia. Een vlogcamera. Nee, je hebt de vorige kapot gemaakt. Dit is niet jouwe. Laat anders even zien wat je aan het kijken bent. Zullen we kijken naar wat je aan het kijken bent? Kijk, Olivia is geobsedeerd met uilen. Dus, dus we zijn weer terug met de vlog. Ik had de zondag gemist. Ik had nog wat oude beelden eruit kunnen halen. Maar die hebben jullie net gezien. So I'm sorry, ik mis nooit de vlogs. Alleen, het was buiten mijn macht op. Olivia drinkt trouwens deze melk. Voor sommige mensen iets vroeger, dus dat is eigenlijk geen melk. Maar dat is ook wel. Want ze krijgen uitslag van gewoon melk. En het is zo mee. En ik ben jarig. Om 12 uur, 13 mei ben ik jarig. Dus ik hoop dat morgen een leuke dag wordt. Maar vast wel. Het was wel goed. Ik ga Olivia naar bed brengen en zelf ook lekker naar bed. Ik ben helemaal kapot. Dus ik zie jullie morgen. Wat wil jij, een koekje? Wie is er vandaag jarig? Olivia, wie is er vandaag jarig? Nee, het is een geweest. Mama is vandaag jarig. En we gaan een klein ontbijtje maken, toch? Nee, we gaan uitzetten. Waarom? Oké, nou goed. We hebben er zin in, of niet? In deze verjaardag. Bibi en ik hebben iets echt super tofs gekocht. Ook een beetje voor moederdag. Toch? Kom je erbij zitten? Nee. Nee, oké. Nou, dat geeft niet. En we zijn nu bezig met een ontbijtje. En we rennen zo meteen even op en neer naar de Starbucks. En dan maken we de koningin wakker. Moeten we eerlijk zeggen? Als Noor jarig is, dan... Dan moeten we wel allemaal weten, toch? Als Noor jarig is. Dus we moeten de hele dag vol, voor de volle 100%
voor haar gaan zorgen. Hebben jullie zin in? Jawel. We gaan vanavond bij mama Kelly eten. Super lekker. Ook eigenlijk Noors favoriete restaurant. En dan eten we in de closet. Dat is een nieuwe soort geheime dinnerruimte voor maar een paar mensen. Dus dat wordt heel tof. Hey, ga je mij zo meteen helpen met pannenkoekjes maken? Nee. Oké, kom, ga mee. Papa, die is net naar de zorg gegaan. En die heeft echt... de birthday queen. Maar dit is haar favoriete drankje. Noordie drinkt soort decaf cappuccino. Dus dat is tof. Olly, wie is hier jarig? Kijk eens, ik was. Wat heb je al meer gehaald dan? Niks gewoon. Oh, dat is voor ons, ja. Die is voor ons. Maar die kan zo. Ja. Nou, we wilden heel graag een avocado toast. Dus die gaan we maken. Maar moet jij dat weer tillen? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep voor de piep! Hoera! Hiep voor de piep! Hoera! Gefeliciteerd! Heel was het tof? Ja, zo leuk. Oké, okay, cool. Ik ben heel blij, kijk ik mijn nieuwe cadeau om. Zo mooi. Zo mooi. Super nice. I love it. En deze, ik vind dit zo mooi. Voor moederdag is deze toch? Zo tof. Cool, goed geregeld kids. Good morning guys, it's my birthday! Ik heb uitgebreid gedoucht net. En nog niet opgemaakt, maar ik heb gezichtmaskers opgedaan. En ik heb net wel een klein laagje foundation opgedaan. Ik heb een nieuwe een keer gebruikt. Mijn gezicht lijkt alleen nu super glimmend. Doordat ik episch moisturized ben. Ik gebruik normaal natuurlijk Milani. Maar vanochtend heb ik een keer... Even kijken... Waar is hij gebleven? Die Perfect Filter. Oh ja, hier zie je. Deze heb ik gebruikt. Flawless Filter. Van Charlotte Tilbury. Dus ik heb geen concealer of iets op. Ik heb alleen echt een heel klein laagje daarvan op. Kijk, zo kunnen jullie het zien. En mijn huid is wel best wel slecht. Maar ja, ik vind het wel nice. En dit heb ik aan. Dit jurkje van de Zara. En deze top van... Ook van de Zara volgens mij. Van ASOS. Ik weet het niet. Dus ja, ik ga even opruimen. Sander heeft beneden opgeruimd. Onze familie komt zo. Olivia slaapt. En ja, we gaan haar een leuke dag maken. En moeten onze spullen inpakken, wat gaan morgen vroeg naar kan. Wij gaan uit eten. Bibi en Sander en ik. En nog meer mensen. We gaan bij mama Kelly eten. Dat is natuurlijk helemaal roze, maar ze hebben ook een geheime panterkamer. En daar gaan wij eten. De closet. De closet. Letterlijk iedereen die komt heeft mij in de afgelopen 5 minuten een bericht gestuurd. Dat ze een half uur later zijn. Oh, echt? Ja. Dat is toch goed? Kees stuurde net ook. Oké. Okay. Dus het is oké dat wij ook later zijn. Ik denk alleen dat Monica niet later is. Mike is altijd op tijd. Die is altijd op tijd. Zoals het hoort. Zoals het hoort, inderdaad. Dus let's go. Geniet lekker, eet lekker.
Drink lekker, niet te veel, niet te weinig. En deze is voor Noor. Cheers! Cheers! Gloria's in the gloria. Wij zitten weer in de auto. En we zijn allebei een beetje moe. We gaan naar huis, het is ook best wel laat. En morgenochtend moeten we vroeg op. Heb je er zin in? Ja, super. Ik vind dus Zuid-Frankrijk altijd leuk. Ik ook. En in Cannes kan ik altijd naar mooie bootjes kijken. Dus dat, Oh ja, dat is leuk. Gaan we naar de haven? Ja. Nice. Slapen en ik ga ook de vlog afsluiten voor deze week. Ik weet niet of ik veel gevlogd